Aron Meijers en Vito Wormgoor waren vorige week te gast bij de live-uitzending van Radio Live Oranje in Café Het Oude Gemaal. In aanwezigheid van diverse fans beantwoordden Aron en Vito vragen van luisteraars. Presentator Paul van Radio Live Oranje. Paul, vanavond Radio Live Oranje in Het Oude Gemaal op de Loevesteinlaan. Jullie hebben hoog bezoek. Ja, zeker. Dat is al de tweede keer hier bij Radio Live Oranje tijdens de ADO-avond. Ja, we steunen ADO in hart en nieren gewoon, want we vinden het leuk ook om te doen namelijk. Dus het is gewoon gezellig altijd zo. En wat gebeurt er op vanavond? Aron Meijers, Vito Wormgoor heb ik zien zitten, maar wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, we hebben natuurlijk Alberto te gast altijd. Ja, gewoon we interviewen ze een beetje en we doen gewoon een beetje losbollige radio maken met ze. Dus gewoon lekker simpel, een beetje over voetbal praten. Zo gaat het eigenlijk altijd. Zo ging het de eerste keer ook. Alberto, ADO-journaal, is dit jouw vaste stamkroeg? Nee, ik ben helemaal totaal geen bartype. Ik hou van de dammen, schaken, kruiswoordpuzzels. Maar ja, deze... Puzzelen ook, toch? Ja, puzzelen, ja. Maar deze mensen, dat zijn ook ADO-supporters. En die doen eens in de zoveel tijd een ADO-avond. En ja, ze vinden het gezellig als ik erbij ben. Ik weet ook niet waarom, maar ja, ik ben erbij dan. En wat is jouw bijdrage dan vanavond? Nou, voornamelijk onzin. Nou ja, dat klinkt waardevol. En een beetje natuurlijk de club promoten, hè? Dat is het belangrijkste. Aron, Vito, volgens mij dichter bij de fans kunnen jullie niet komen. Nee, we zitten aardig dichtbij, hè. Ja. Vito, geniet jij er ook van? Ja, zeker weten. Dit moet je eigenlijk veel vaker doen. Dit is leuk, ja. Ja, als ik hier binnenkom, dan zie ik heel veel mensen die zo blij zijn dat jullie hier tijd voor kunnen maken. Ik weet niet of het goed is voor je conditie. Wordt hier ook wel wat gedronken en gerookt volgens mij? Ja, nee, maar dat maakt niet uit hoor. Lekker een beetje voetbal op de achtergrond, is gezellig. Morgen een beetje eruit lopen? Morgen een beetje eruit lopen, vroeger uit en lekker trainen. Dan zijn we het zo weer kwijt. Vito, jullie zijn live in de uitzending. Wat wordt er van jullie verwacht vanavond? Ja, ik denk toch wel gewoon lekker dat we oprecht zijn en dat we onszelf zijn. En ik denk dat het een mooie tv en een mooie radio kan opleveren. Diane, jij bent bij Radio Live Oranje verantwoordelijk voor de chat en voor de luisteraars die vragen willen stellen. Ja. Je hebt hier een paar bekende spelers zitten. Is het druk? Ja, het is in ieder geval, de luisteraars komen aardig binnen. En ook gewoon hier is het al aardig druk. Dus de mensen, ik hoop dat er dadelijk ook wat vragen gaan komen zeg maar, voor de spelers. En dat ga ik dan uiteindelijk doorgeven. Jij hebt een echte Vito-streep in je haar, klopt dat? Ja. Dat klopt. Ik zie bij Vito precies dezelfde streep, maar heb je hem al aan hem laten zien? Ja, ik heb hem al aan hem laten zien. En wat zei hij ervan? Hij vond het leuk. Maar wie had het nou eerder, jij of hij? Hij. En nu heb jij het? Ja. Nou, mooi. Ja, dat is inderdaad mooi, ja. Hoe vind je het vanavond? Gezellig, mooi. En volgens mij zijn alle andere kinderen al naar bed. Ja. En jij mag erbij blijven? Ja. Volgens mij moet jij je moeder heel erg dankbaar zijn. Ja, dat klopt. Ben je dat ook? Ja. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Mama, proost hè. We hebben een goed seizoen dit jaar. En ik weet het zeker. Het wordt echt een onwijs goed seizoen.